alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP4 Amor. En vandaag, zoals beloofd laatst, de tweede en de laatste melding. Niet helemaal de tweede en de laatste, maar wel een van de, of in ieder geval één melding en dan ook de laatste voor deze reeks. Of ja, reeks eerder, meldingen tijdens surveillance. Ik had namelijk een melding nog voor jullie te goed gehouden. Die melding heb ik echter niet, laat ik echter niet zien. Maar gewoon een hele nieuwe melding die wat vandaag voor ons gaat komen. Ik weet nog niet precies wat het is. Dat is een verrassing voor jullie en dus ook voor mij. In ieder geval, vandaag weer surveillance. Ik ben helemaal alleen vandaag op de combipost. Er is verder niemand. Dit is de ambulance voor vandaag, de 101. Tevens met de nieuwe OOV-striping. Voor de rest, ja, kijk eens wat hier opplakt. Verpleegkundige gezocht voor een wereldbaan in een wereldstad. Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Wij zijn natuurlijk Rotterdam-Rijnmond. En ja, het klopt. Wij zoeken leden bij de ambulance binnen de roleplay reality. Nu moest ik het even goed zeggen, maar wat erg van me. Roleplay reality. Want zoals je ziet, ik ben helemaal alleen vanavond. De brandweer is er wel, met heel veel man zelfs. Maar de ambulance is echt helemaal alleen. En dat is natuurlijk niet handig, want er zijn meer ambulances nodig dan dat er zijn. Dat betekent dat ja, jullie echt wel welkom zijn als ambulance. Dus meld je aan als je boven de 15 jaar bent. Als je GTA op je computer hebt, heb je 5M. En heb je interesse in de zorg, in medische kennis, heb je medische kennis of heb je EHBO kennis, dan zoeken wij en ik jou bij de ambulance. En wie weet, ben je binnenkort mijn collega en rij je mee op dit busje, rij je alleen op dit busje, rij je alleen op de Rapid of vlieg je met een traumahelikopter. Genoeg afwisseling en hele leuke meldingen. Wie weet wat het vandaag gaat brengen. Ik zie jullie in ieder geval zometeen als we de melding krijgen. Wat het gaat zijn, weet ik ook nog niet. Komt in ieder geval in beeld met jullie. Ik zal een screenshot maken van de melding. Hoe wij die binnenkrijgen en dus ja, zijn jullie er een beetje bij. Ik zou zeggen tot zometeen als we vertrekken naar de melding. En dat is gewoon één melding deze dienst, meer niet. Wie weet hoeveel meldingen we nog krijgen. Het is super druk in de server, het komt nu in beeld. Ik doe de namen wel weg. Dit is de lijst en niet alles staat hierbij. Dus in ieder geval een beetje een indruk hoe druk het is. Dus genoeg meldingen voor mij in ieder geval vanavond, dat weet ik bijna zeker. Maar wanneer de eerste komt, dat weten we natuurlijk nooit. Tot zo. Daarbij wilde ik wel nog even benoemen dat, of ga ik wederom benoemen, zoals bij de vorige video was, ik zal vooral met de burger communiceren. Daarbij pak ik meteen even mijn life pack. Die staat onder knife. Dus dat is altijd heel gevaarlijk als iemand is die me niet bevalt, steek ik hem gewoon neer met mijn life pack. Maar, hey, een brandweerman. Huh? Hey, een brandweerman. Oké. Ik ga vooral naar, ik ga ook naar jullie communiceren, maar als ik eenmaal ter plaatse ben, communiceer ik alleen met de burger. Dus degene die de meldingen voor mij heeft gemaakt. Als ik dan weer klaar ben en bijvoorbeeld naar het ziekenhuis rij of onderweg daar naartoe, zal ik nog even met jullie communiceren voor waarom ik mijn ding heb gedaan, waarom ik bijvoorbeeld bepaalde medicatie heb gegeven, dat soort dingen. Dus ik zal wederom, want ik denk dat veel mensen de vorige video wel hebben gezien, die deze video ook kijken. Ik zal wederom vermelden als ik naar jullie begin te praten. Dus dan zal ik zeggen, hey jongens, ik praat nu weer voor jullie. En dan begin ik gewoon mijn verhaaltje. Het is even afwachten op de melding. Het is 5 over 1 in de server dan. Het is nu voor mij 10 voor 8. Dus half 8 beginnen we. Ja, meestal ja, duurt het toch wel even op een melding. Maar ja, wat ik zelf altijd doe is gewoon lekker even YouTube kijken ofzo. En de melding komt op mijn tweede scherm binnen. Of ja, ik heb geen tweede scherm, maar mijn laptop dan. Dus die hoor ik gewoon duidelijk, die zie ik duidelijk. De meldkamer komt zeggen van 104 heb je hem binnen gekregen. Dus dan weet ik altijd wel dat ik een melding heb. Maar ja, het is afwachten. Maar meestal komen ze toch wel, als ze eenmaal komen, dan stoppen ze niet meer. En dan is het hartstikke druk voor ons. Dus dat is ook wel leuk, dan rij je van melding naar melding. Heb je tenminste wat te doen. Dus ik moet zeggen, en dat mag ik niet, misschien niet zeggen, maar ik denk dat we bij de ambulance toch wel veel meer meldingen hebben dan de politie. Iedereen meldt zich altijd aan voor de politie. Er komt een melding binnen. Kijk eens aan. Zo dan, dat is een flinke melding. Jullie horen hem. Dit is een A2. Directe inzet. Ja, dat is een flinke melding. Ik kom nu in een beeld in ieder geval. De meldkamer zal zometeen wel komen en zeggen van heb je hem binnen gekregen. Maar ik heb hem zeker binnengekregen. En we gaan naar de auto. Ding dong. Het wordt een A1.
wordt iemand gestoken. User joined your channel. 104 MK. Zeg het maar. Ik heb u gealarmeerd voor een meneer uit 1975. Kent met een allergie voor bijen en wespen. Ja. Hier is zojuist in de rechterarm gestoken. Heb hier een allergische reactie op. Heb het niet benauwd. Of ook geen pijn op de borst. Hij heeft wel ontzettend veel last van jeuk, rode plekken, ja, etc. Meneer heeft geen EpiPen in huis. Is wel bekend met de EpiPen. Mm-hmm. Meneer zit in de achtertuin. U kunt via de linkerkant van de woning kunt u de tuin benaderen. De linkerkant van de woning kan ik de tuin benaderen. Ja, ja, ik ga die kant op. Het is een A1'tje zie ik, hè? Ja, we gaan hem wel onder de A1 rijden. EMV is al 15. Okay. Dat hij belt zodra de ontwikkelingen veranderen. Ja, heel goed. Ik ga die kant op. Ja, wel uit. Microfoon muted. Nou, we worden nu gekoppeld aan de melding. Deze ambulance is een beetje langzaam, dus ik zet hem even op een beetje power. Daar maak ik geen misbruik van, overigens. We zijn gemoved naar het incidentkanaal. Vlag eraan. Verkeer stopt hier mooi. En de sirene gaat aan. We hebben onze baan door het verkeer zoeken. En het verkeer reageert altijd raar in GTA, maar gelukkig krijg je bij ons een hele goede rijopleiding. Ja, ik moet toch een beetje de ambulance natuurlijk en de roleplay reality in het algemeen even heel mooi promoten. Want ja, het is natuurlijk een topclan. Wat een slijmerd ben ik toch ook. Nee, maar even serieus. Gelukkig krijg je bij de ambulance en overal een rijtraining. Dus ben je in ieder geval goed voorbereid op het GTA verkeer, want dat kan nog wel eens raar doen. Maar dat gaat helemaal goed komen. De persoon zit dus in de achtertuin zoals jullie hadden gehoord. Allergische reactie, een anafylactische shock is dat. Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Dat een shock is sowieso in het algemeen gevaarlijk. Dat is niet waarvan je denkt van zo, ik ben nu toch geschrokken, ik ben echt in shock. Maar een shock is gewoon een reactie van het lichaam. Vaak wordt dat in het nieuws, oh, we zijn er al. In het nieuws verkeerd gebruikt. Nu is het even zoeken. Welke woning het is. We moeten in ieder geval even hier eromheen. Zoals jullie in de melding zagen, staan van allerlei dingen. Aanspreekbaar plus, ademhaling plus, POB min, zwelling handen plus, pijn plus, tintelingen plus, jeuk en rood plus plus. Dat wil eigenlijk zeggen dat bijna alles, dus alles met plus is vrijwel zeker. En plus plus is bevestigd dat het zo is. En min is dat het niet is. Dus POB, pijn op de borst, dat is niet aanwezig. Jeuk en rood plus plus is sowieso aanwezig. Ik heb een beetje moeite met het adres te zoeken. Dat hebben we wel eens. Persoon is in de achtertuin, persoon kan via de linkerkant van woning in de tuin komen. We gaan even kijken, er zijn geloof ik wat gekoppelde eenheden. Hè? Ja, er is noodhulp gekoppeld, politie, prio 1, met toestemming. Deze hier, hier moeten we zijn. Zet de ambulance hier neer. We zetten even oranje aan. Niet omdat het nodig is voor een veilige werkomgeving, maar omdat we zodat de politie mij misschien spot. Ik zet de status op ter plaatse. Ik pak mijn spullen. Ik pak een lifepack. Ik pak een zuurstof voor het geval dat die toch kortademig is. Ik pak mijn spoedtas met medicatie en we gaan die kant op. Die heb ik allemaal nu fictief gepakt, zeg maar. De lifepack heb ik zelf in mijn handen. De rest kan ik helaas niet pakken. En we gaan in-game praten, dus met de burger in-game. 20-60 plaats. Goedendag meneer. Ah, hallo. Hoi. Wat is er gebeurd? Ja, ik was hier rustig aan het zitten, gewoon even genieten van het weer, maar komt ineens zo'n bij op mijn arm en die steekt me. En ja, daar kan ik niet, helemaal niet veel tegen. Nee. Dus ben je allergisch voor? Ja. Ja, daar ben ik allergisch voor. Dus je ziet mijn handen zijn ook helemaal ja, ik zie het. Opgezweld.
Ja. Nou, je was al bekend met de EpiPen, hè. Ik ga hem meteen klaarmaken en ik spuit hem meteen voor je. Om allergische reactie in ieder geval tegen te gaan. Goeiedag politie. Zij, ben je kortademig? Nee, ik kan wel gewoon ademen. Ik heb alleen heel veel pijn. Je bent, even kijken. Je hebt niet zelf al de EpiPen gezet, hè? Nee, ik wou juist morgen weer een nieuwe gaan halen. Want ik had niet meer. Nee. Maar gebeurt het net vandaag. Ja, dan gebeurt het net vandaag, dat is ook minder. Oké, goed. Ik ga hem meteen zetten hoor. In het bovenbeen. Oké, dan. Ja, oké, komt ie. User joined. 104, de MKA. Dan zeg het maar. Heb je voor mij een CITAP? Ja, ter plaatse, EPU gezet. Voor de rest gaan we nog even aankijken. Ja, is genomen. Geen tweede auto neem ik aan, hè? Nee, goed en spreekbaar. Geen kortademigheid zoals je al zei. Dus komt goed. Oké, dankjewel. Microphone user left your channel. Oké, hij is gezet hoor. Ik weet hoe het voelt, maar ik ben vergeten dat het inderdaad echt zo... Echt... Pijn, hè? Ja. Ja, want weet je of het een wesp was of een bij of echt wel een zo'n horzel? Ik dacht een bij, maar... ik weet niet, dat ding dat was er en ik voelde de pijn en dat beest was al weg terwijl ik kon kijken. Oké, ja, je bent in je arm gestoken zo te zien, hè? Ja. Ja, ik zie het. Oké, goed. Oké, ik ga toch nog even naar je longen luisteren. Mag je even gewoon inademen voor me, via de mond? En adem maar gewoon weer uit, hoor. Oké. Je hebt geen moeite met ademhalen, hè? Ja, oké. Nee. Goed. Hey, wat ik nog even ga doen, ik ga even mijn monitor aansluiten. Daarna ga ik je even een fusje prikken. Ga ik je wat verdere medicatie geven. En dan ga ik je toch even meenemen naar het ziekenhuis. Ah, oké. Dan even verder kijken. Want je reageert toch wel flink. Het gaat ook nog regenen. Zullen we anders even snel onder de parasol gaan zitten met je? Ja, kom even hierin. Dat lijkt wel een goed idee. Ja, kom maar. Wij ondersteunen je. Oh, kijk eens. Ja, toppie. Nope, gooi er maar mee. Oké. Ik sluit mijn monitor even aan. Hè. Ja, is prima. Oké. Heel goed. Dan komt er nog even een prikje in je arm. Ga even een fusje zetten. Ga nog wat Tavigiel geven. Dat onderdrukt ook de jeuk. En de verdere reactie. En dan krijg je daarna eventueel nog wat pijnmedicatie van me als de pijn niet verdraaglijk is. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Ja, dat is het. Okay, en wanneer had je dit al eerder gehad? Denk een paar jaartjes terug. Een paar jaartjes terug. En hoe reageerde je toen op? Weet je dat nog? Ja, ongeveer gelijk. Alleen toen had ik mijn EpiPen bij, dus die kon ik snel gebruiken. Oké. Hey, er komt even een prikje nog. Oké. En ben je toen buiten kennis geweest of had je toen wel moeite met ademhalen ofzo? Nee, ongeveer als nu. Alleen had ik toen een heel stuk minder pijn natuurlijk. Oké, ja. Kon toen snel reageren. Mijn vrouw was toen al thuis. En die was nu naar de supermarkt. Oké. Goed. Jouw vrouw kunnen we zo meteen eventueel even bellen als je dat wilt. Infuus zit, ik ga nog wat medicatie geven en dan gaan we naar het ziekenhuis. Oké, de pijn neemt de laf, zeg je. Ja, dat wordt wel wat minder, ja. Top. Oké, nou die is ook toegediend. Ik stel voor dat we even naar de ambulance gaan. Dan gaan we daar even plaats nemen achterin en dan gaan we naar het ziekenhuis. Ja? Top. Ja? Ik wil nog even mijn telefoon mee hier. Anders ja, zeker. Let op, je zit wel aangekoppeld aan de monitor. Ja, oké. Oké, wil je nog een t-shirt of iets aan?
Ja, ik kan die wel even snel pakken. Ligt die anders binnen? Nee, ik heb dat, maar die ligt, ja, die ligt nog helemaal binnen. Ik kan nog een klein stukje wel lopen, denk ik. Oké, top. Ik ondersteun je. Kom maar mee. En weer trap je hem ook? Ja, heel goed. Ja. En dan kun je achterin plaats nemen. Ja. Collega's bedankt. Yes, alsjeblieft. Tot de volgende. Ja, tot de volgende. Dan kun je voor mij nog eens een pijncijfer geven. 0 is geen pijn, 10 is ergens pijn die je kunt bedenken. Ja, het begon met een met wel een 7. Ja. Maar het is nu wel wat 4 of 5. Dus 4. Dat is wel fijn. Ja, oké. Okay. Wil je er nog wat pijnstillen voor? Minder. Nou, een plek 1B zou nog wel fijn zijn. Sorry, nog een keer? Ja, het zou nog wel fijn zijn, aangezien okay. Ik wel last heb. Ja, dan hang ik even wat paracetamol eraan. Dat zijn niet het pilletje. Dat is niet het pilletje, maar dat is in dit geval vloeibare paracetamol. Ah, oké. En daarna gaan we naar het Maastad ziekenhuis hier in de buurt. Oké, die hangt aan hoor. Voor jou de bekende vraag, ga je echt mee of fictief? Je mag fictief voor mij. Ja, je mag meerijden, je mag ook al melding gaan aanmaken voor de andere eenheden. Nee, ik kan het niet aanmaken. Oké. Okay. Ik bedank jou. Hoi. Microphone activated. Microphone muted. Ik zet een status. Transportbestemming. Wilt zeggen dat we richting het ziekenhuis gaan met patiënt. En ik zet een status spraakaanvraag. Dan weet de meldkamer. Of dan geef ik even door dat we A2 naar de Maastad gaan. En dan ga ik jullie daarna uitleggen wat ik allemaal heb gedaan en waarom ik alles heb gedaan. En waarom we A2 gaan bijvoorbeeld. Waarom niet A1? Want hij heeft toch wel een flinke allergische reactie. Dat ga ik zo meteen allemaal uitleggen. De beste meneer heeft veel pech gehad. Want ja, met dit weer zul je niet snel bijen en horzels en wat dan ook rondvloog tegenkomen. Maar het was net nog een beetje zonnig toen die buiten was. Bij het zwembad. Dit is echt geen weer om buiten mijn zwembad te liggen. Dat is één ding wat zeker is. 20.06 geeft u bericht aan. Ja, positief. Ambulance heeft de man geholpen met de neem aan allergische aanval van mogelijke steek van een bij. Niet echt bij kunnen assisteren, maar wij zijn nu ook status 1. Jullie status 1, dank u wel, dat is begrepen net hoor. Nee, de politie heeft inderdaad niet echt kunnen assisteren. Ja, soms is het wel eens... Ik had ze gewoon niet nodig. Ik weet niet... wat ik er anders van moet maken. Maar goed, we wachten nog even op de MKA. Meldkamer van de ambulance en dan ik kan ondertussen alvast uitleggen. We zijn natuurlijk aangekomen. Ik heb allereerst gewoon gevraagd van kun je me vertellen wat er aan de hand is. Goeiedag gezegd natuurlijk. Op dat moment merkte ik dat zijn luchtweg redelijk vrij was. Hij had geen moeite met ademhalen. Ik hoorde ook geen afwijkende ademhaling in de B, dus de A en de B, airway en breathing. Dat was eigenlijk goed. Ik heb meteen epi gespoten, epinefrine, adrenaline wordt ook al genoemd, is allemaal een beetje, hoe dat nou allemaal zit, als schiet je me dood. In ieder geval, dat is echt, een epipen kennen jullie denk ik wel, dat is gewoon een pen, lijkt niet echt op een pen, maar ja, toch heet het zo. Die zet je gewoon in bovenbeen of ergens in spier en dat is echt wel om die allergische reactie te stoppen. Ja, A2 Maastad met patiënt. Oké, ik ben bezig met opnames, dat je het weet. Nu richting het
Maastad onder Maastad, een A2. Inderdaad. A2 Maastad. Ja, u belt zelf? Ik zal inderdaad even zelf bellen. Ik ben er al bijna, maar ik verras. Hebt u voor mij wel even een korte... wat citraps, zodat ik het even in het systeem kan zetten? Ja, dat kan. Even kijken, persoon is goed en spreekbaar. Geen moeite met ademhaling. AB vrij, sufficiënt. Vitale waarde is niet afwijkend. A++. Epi gespoten en daarna Tafigiel gespoten. Nog een beetje paracetamol IV van mij gekregen voor de pijn. En pijnscore onder controle nu. Ja, u hebt ook wat tegen de misselijkheid gegeven. Nee, hij is niet misselijk geweest. Dus, geweldig. Af goed om te horen. Wat gegeven als het nodig is. Ja, super. U bent bijna te plaatsen, zie ik op mijn scherm. Ja, dat klopt. Succes. Dank je. Microphone muted. User left your channel. Even kijken, ja, daar komt de sitrap nog even binnen. Die worden altijd in het systeem gezet, waar was ik ook alweer. Ja, dat is dus die epi's gespoten. Normaal doen mensen dat zelf, want iedereen die allergische reactie heeft of echt zwaar reageert op een bijensteek, op noten, die heeft altijd wel zo'n epi-pen bij. Die krijgt hij gewoon van huis uit via de apotheek. Maar goed, die had deze meneer niet. Die waren net op. Daarbij heb ik hem een infuus gegeven met Tafigiel. Dat is ook medicatie wat in het protocol zit bij deze situatie. De MKA vroeg al of deze persoon misselijk was en of ik daarvoor iets had gegeven. Nou, ik heb er niks van gehoord. Misschien had ik het wel moeten doen. Maar ja, nogmaals, niks van gehoord. Dus dan zal het wel goed zijn. Wat nog? Ja, vitale waardes even gecontroleerd. Lifepack even aangesloten. Allemaal in orde. Dat krijg je dan allemaal van de burger door. En op het einde zei de burger natuurlijk al van, of heb ik gevraagd van, ga je fictief mee of echt mee? Ik kan deze hele rit nu wel met de burger naar het ziekenhuis rijden, maar dat stelt geen ene moer voor. In die tijd, deze tijd, is die burger sowieso al bezig met een politiemelding. Hij was namelijk burger voor de politie, begreep ik. Dat betekent dat de politie nu gewoon druk bezig is met wat hij ook is aan het uitspoken. Een inbraak, een autodiefstal, schietpartij, u weet het. Wat ik wel weet, is... dat we bij het ziekenhuis zijn, maar dat het altijd handiger is als een burger gewoon lekker fictief meegaat. Dan kan hij al een nieuwe melding aanmaken en ik heb toch verder niks te doen. Wij zijn bij het ziekenhuis aangekomen. Heb je nog vragen over mijn handelen? Heb je commentaar op mijn handelen? Laat zeker even weten. Onderbouw het dan wel. Hè? Waarom als je zegt van je had dit moeten doen, want dit dat, dan kan ik daar zeker van leren. Heb je nog vragen over de medische kennis? Of de medische, maar eerder de medische informatie die in het beeld stond, mag je dat ook doorgeven. Ik zet status aankomstbestemming, dat wil zeggen dat we aangekomen zijn bij het ziekenhuis. En dan typ ik altijd even, ook al is er niemand in mijn buurt, draagt over SEH. Draagt over spoedeisende hulp. Patiënt overgedragen spoedeisende hulp. Ik ga doorgeven aan mijn meldkamer dat wij vrij zijn op spoedeisende hulp van het Maastad. Want misschien heeft hij wel een melding voor mij bij het Maastad, bijvoorbeeld een B-rit. Het is altijd gebruikelijk om even te melden dat we hier weer vrij zijn. Maar voor nu ga ik niet verder. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Vragen kunnen in de comments. Meld je zeker aan bij de Roleplay Reality. Link in de beschrijving zoals altijd. En wie weet word jij mijn collega en rijden we binnenkort wel samen naar een allergische reactie op dit busje. Tot dan. Doei!